Nog altijd nemen affiches in het totaal der visuele reclame een belangrijke plaats in. Zelfs kan gezegd worden dat deze vorm van publiciteit in de laatste jaren toeneemt. Ook al doordat hij vaak gebruikt wordt als vervolg op televisie- of krantenreclame. De oude stadsdelen bieden meestal plaats genoeg voor het aanplakken van affiches. Maar in de nieuwere wijken zonder grote muurvlakken moest men naar andere mogelijkheden zoeken. En die vond men in kleine borden van verschillende vorm die passen in het straatbeeld. Wie erop let kan vaststellen dat de reclamewereld voor het ontwerpen van een affiche vaak een beroep doet op bekende kunstenaars. Talrijke voorbeelden van Nederlandse affichekunst uit 1968 zijn te zien op een tentoonstelling die momenteel in de Zonnehof in Amersfoort wordt gehouden en die gewijd is aan de geschiedenis van het Nederlandse affiche van 1890 tot heden. Vele schilders en grafici van naam zijn hier vertegenwoordigd met werkstukken die opvallen door hun typografische vormgeving. Een van de in de laatste tijd gangbare stijlen vertoont sterke verwantschap met de afficheerkunst uit het begin van deze eeuw, waaraan kunstenaars als Zon, Van Konijnenburg en Wenkebach hun bijdrage leverden. Van Wenkebach is de buitengemeen somber kijkende maagd die in 1900 de kaarsen aanprees. In dezelfde zoete stijl vestigde Van Kaspel behalve op rijwielen de aandacht op de Hollandse Revue, een blad dat duidelijk voor oudere heren bedoeld leek. De bezoeker van de expositie vindt hier de politieke en de sociale strijd uit het begin deze eeuw in affiches terug. Albert Haan senior tekende dit voor de drankbestrijding. Men krijgt een goede indruk van de tijd waarin vorige generaties leefden, waarbij blijkt dat men ook toen al het realisme niet schuwde. Uniek is het door Willy Sluiter ontworpen affiche van de Olympische Spelen van 1916, die nooit doorgingen. Van Auguste Rodin stamt de uitdrukking: affiches brengen de kunst op straat. In Amersfoort kan men zich van de waarheid daarvan overtuigen.